We kregen vaak te horen vanuit het buitenland van ja, het niveau is laag in Nederland en als we komen geven iedereen altijd pak slaag, bla bla bla. Maakt niet uit, is niet erg. Ik bedoel, Nederland is chill, we hoeven niet altijd te winnen, we hoeven niet het beste te zijn. Hoe? Wat? Oh, oké, okay. Nou toch. Nee, ik heb dit dus georganiseerd voor jullie, voor de nieuwe generatie en voor de oude generatie. Gewoon kortom voor alle dansers, om gewoon lekker te kunnen jammen. Dus ook vandaag weer, we waren begonnen wat eerder vandaag, om 5 uur al. Maar het is dus niet de bedoeling dat je met je ass tegen de muur gaat staan. We willen iedereen triggeren om gewoon lekker te dansen. En het maakt niet uit of je zo danst, of zo danst, of whatever. Als je maar gewoon lekker je ding doet. Want dat is eigenlijk het eerste wat je nodig hebt als hip-hop, als straatdanser. Om gewoon het gevoel te kunnen begrijpen. Om de muziek te kunnen begrijpen. Snap je? En als je aan de kant staat en je blijft alleen maar kijken hoe doet zij, hoe doet hij. En je gaat thuis oefenen. Dan mis je eigenlijk toch wel de essentie. Het is wel goed, maar niet uit. Snap je? Op die manier. Afijn, we gaan beginnen met de battles. We hebben hier 3 juryleden. I want you all to give it up for Nathaniel. I want y'all to give it up for Mr. GK. I want y'all to give it up for Mr. Aurelius. Het zijn 3 bekwame juryleden, 3 ervaren dansers. GK is een hardcore b-boy. Aurelius is een hardcore popper en b-boy. En dus Demo, yeah, no, don't worry. En Nafanyo is de all-rounder, hip-hop, house. Nog een popper. Maria, Maria. We gaan beginnen. We beginnen.